Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag heb ik weer allemaal verschillende leuke tips en tricks voor je hoe je het werken binnen Teams allemaal makkelijker kan maken. Je moet bijvoorbeeld denken aan hoe kan je bijvoorbeeld je opdrachten instellen en gewoon standaard goed zetten. Of hoe kan je nou echt voor zorgen dat je eerlijk nakijkt zodat je de namen van de studenten niet ziet. En nog allemaal andere tips en tricks, bijvoorbeeld de cijfers exporteren. Dus als je deze tip nou gewoon heel erg goed vindt, geef me gewoon een duimpje omhoog. Abonneer je ook gewoon op het kanaal. Zet dat belicoontje ook gewoon aan, zodat je altijd wordt genotificeerd als er een nieuwe video online komt. En laten we vooral beginnen. Dus start de intro. De eerste tip die ik je wil meegeven is dat je als je bepaalde standaard instellingen hebt voor je opdrachten, dat je die eigenlijk al van tevoren kan instellen, zodat je die niet elke keer hoeft te veranderen als je een nieuwe opdracht maakt. Dat is bijvoorbeeld dat je je eindtijd altijd standaard ander tijdstip wil hebben dan als 12 uur 's avonds. Niet 's middags, maar 's avonds. Of juist, je wilt hem wel 's middags hebben om 12 uur. Dan kan je dat instellen. En nog een paar andere dingen. Dus laten we er ook gewoon naar nu gaan kijken van waar ik dit kan vinden. Ik ben in opdrachten. En dan ga ik hier naar rechtsboven de drie puntjes. En dan zie je ook de opdrachtinstellingen. En daar klik ik dan ook op. En als die dan wordt geladen, dan kun je zien dat je hier vier verschillende dingen kan instellen. Je kan de tijd, zoals ik al net zei, kan je instellen. Dus welk tijdstip moet standaard worden ingesteld. Dat kan je later natuurlijk in de opdracht altijd weer veranderen. Hier de nieuwe studenten ontvangen de opdracht. Die zijn gemaakt voordat ze tot de klas komen. Toegetreden. Dat betekent eigenlijk als er een nieuwe student is die binnen het team komt en er staan wel wat opdrachten in. Normaal gesproken zou hij de opdrachten niet zien. Ik vind dat hij die wel moet kunnen zien. Dan kan hij zien wat er is gebeurd en of misschien wel al nog die opdrachten moet kunnen maken. Nog steeds. Dus die heb ik eigenlijk altijd op ja staan. Die staat standaard op nee. Ik zou hem gewoon op ja zetten. Maar dat is natuurlijk gewoon een keuze. Nou, dan hier nog de melding. Waar de melding komt staan van wat er in de opdracht is. Je kan natuurlijk ook een apart kanaal maken, gewoon opdrachten. Daar alle meldingen. Dus dan kan je hem hier gewoon bewerken en kan je hem in een ander kanaal proppen. En dan nog het laatste, dat vind ik gewoon het leuke dingen. Schakel de gebeurtenisviering van het team. Dus dat betekent eigenlijk, als je een opdracht inlevert, dat er een leuke viering komt. Laat die gewoon lekker aanstaan, want het is gewoon super leuk voor de leerlingen. En je kan tegenwoordig ook gewoon ervoor kiezen dat je studenten niet meer ziet als je een opdracht gaat nakijken binnen opdrachten. Dus dat je eigenlijk gewoon geanonimiseerd gaat nakijken. Dat is natuurlijk gewoon heel erg fijn als je gewoon echt oprecht goed wil nakijken. Want heel eerlijk gezegd, je bent altijd wel een klein beetje, ja, toch trek je toch stiekem iemand voor. Al doe je het niet bewust, doet het toch altijd onbewust. Dus het is misschien toch wel handig om ervoor te zorgen dat je dat uitzet, zodat je niet ziet wie wat heeft gedaan, dat je echt eerlijk kan nakijken. Nou, hoe doe je dat? We zitten weer in opdrachten. Ik ga gewoon naar een opdracht toe. En nu zie ik hier rechtsboven ook weer de drie puntjes. En dan zie ik hem hier al staan, hè? Namen met studenten verbergen. Dus als ik daarop klik, staan alle studentennamen zijn verborgen. Dus nee, ik ben nu alleen nog maar student en kan dus nu gewoon gaan nakijken zonder dat ik hun namen zie. En dat kan ik natuurlijk ook alweer aanzetten als ik dat wil. En zoals je ook al ziet, kan je ook natuurlijk gewoon bekijken hoe het voor een student eruit ziet. Hoe de opdracht ervan uitziet. Dus dat is ook gewoon weer een leuke optie die je gewoon kan bekijken. Die stond er natuurlijk altijd al bij, maar nu staat hij daar. Dus. En hier ook de opdracht werken en exporteren naar Excel. Dus dat is weer gewoon een leuke feature. En een handige die je kan toepassen. Je kan tegenwoordig. Je kan al een tijdje kan je de cijfers ook exporteren naar Excel. Dan kan ze in een CSV-bestand staan. En als je die dan opent, ziet het er heel gek uit. Nou, ik ga je nu helemaal uitleggen hoe je het wel geordend kunt krijgen. En dat het wel allemaal netjes in een cel komt te staan. En ook laat je gewoon zien van hoe kan je het natuurlijk gewoon heel makkelijk exporteren. Dus laten we vooral nu gewoon aan de gang gaan. Ik ben gewoon bij cijfers binnen Teams. En wil ik hem exporteren, hier rechtsboven staat hij al exporteren naar Excel. Dus als je daarop klikt, dan zie je ook, komt hier een melding. En zo heet het bestand en is opgeslagen in de map. Downloads, nou daar kan je hem vinden. En als je hem dan opent, komt het er zo uit te zien. Ik heb wat
Nou, zoals ik al zei, van, het ziet er heel onduidelijk uit. Ik kan hier niet echt heel makkelijk iets van maken. Dus wat ik dan doe, ik selecteer hier alles. En dan ga ik naar gegevens. Daar staat die eigenlijk al op. En dan doe ik naar tekst naar kolom. En dat doe ik niet vastbreden, maar scheiden. En dan doe ik het volgende. En dan zeg ik, nou, dat laat ik ook op aanstaan. Maar dan doe ik ook komma. En dan zie je al hier een voorbeeld beneden komen. Wat dat goed is. Nou, kan je dan volgende drukken. Nou, ik druk eigenlijk dat gewoon voltooien. En dan komt het er ook gewoon te staan. En nu zie je ook dat onder de first name staat het goed. Nou, omdat dit een gast is, dan is het niet. Nou, last name, die staat wel goed. E-mailadressen. En dan welke opdrachten. Nou, dit is test. Nou, welke punten zijn er allemaal aanverdeeld? De feedback die erbij komt kijken, nou, die heb ik ook gegeven. Nou, die heb hier weer de opdracht wiskunde, de punten, de feedback. En zo krijg je eigenlijk een heel mooi overzicht van alle opdrachten en cijfers. Die kan, dus dan kan je nu eigenlijk een mooi model maken van hoe het er, hoe je misschien cijfers en gemiddeldes kan berekenen. Hierdoor kan je dus eroverheen laten gaan. Dus dat is wel weer gewoon een mooi iets om te leren. En dat je meer overzicht en snel kan bekijken. Heb je ooit wel eens afgevraagd wat dat i'tje nou betekent als je in een kanaal zit rechtsboven? Nou, dat ga ik je nu allemaal vertellen wat je er nou mee kan en wat er misschien al gewoon in de toekomst mee kan gebeuren. Want er is daar een update ook over gekomen. Dus ik zit nu gewoon weer in mijn testteam, in het kanaal algemeen. En ik druk gewoon op het i'tje. Nou, dan zie je ook gewoon dat er eigenlijk gewoon allemaal dingen voor zijn komen. Er staat hier ook van het eerste een beschrijving. De leden, nou, en ook gewoon de mensen die het laatst nog actief zijn geweest. Nou, ik ben eigenlijk alleen maar degene die er actief is geweest. En iedereen die er lid van is. Dan kan hier ook zeggen alle leden weergeven, maar als ik daarop klik, dan kom ik gewoon hier terecht. En dat is niet waar ik wilde zijn, want we waren het i'tje aan het uitleggen. Hier, als ik hier op klik, kan ik ook gewoon mensen toevoegen aan het team. Dat is in het algemeen. Maar bijvoorbeeld als ik naar privé ga, bijvoorbeeld hier naar privé 2, en ik heb het i'tje aangezet, staan hier ook alleen de mensen die toegang hebben tot dit kanaal. Dus dan kan je heel snel zien van, joh, wie kan er nou eigenlijk gewoon in het kanaal komen en wie niet. En als ik hier dan maar op klik, dan kan ik iemand toevoegen aan het kanaal, een leerling of als docent. Natuurlijk wel de voorwaarde dat die docent of leerling wel al lid is van het team, want anders gaat het niet. Maar hier zie je dus ook een overzicht. Er is ook nog een functionaliteit die eraan gaat komen, dat je dingen kan pinnen. En waar kun je het dan vinden? Dat kan je dan ook op het i'tje vinden. Dus kan je berichten pinnen, vastzetten en dan kan iedereen het onder het i'tje vinden, want iedereen kan het gewoon zien wie lid is van het team. Dus dat is misschien wel heel erg leuk om te weten. En laten we doorgaan naar de volgende tip. Het kan natuurlijk zo zijn dat je in meerdere teams hebt, bijvoorbeeld parallelklassen, dat je dezelfde klassen hebt, hetzelfde niveaus, hetzelfde jaar, maar dat het gewoon twee verschillende klassen zijn. Gewoon eigenlijk een uitleg over parallelklassen. Maar dat wisten jullie natuurlijk al. En voor de mensen die het wisten, weet je nu wel wat parallelklassen zijn. Het is dan ook handig dat je dan misschien wel een post kan plaatsen die in meerdere teams, misschien wel meerdere kanalen tegelijkertijd terechtkomt. Dat maakt je leven natuurlijk een stukje makkelijker. Hoef je maar één keer het bericht te typen en dan wordt die gelijk gepost op verschillende plekken. Dus dan ben je eigenlijk met maar één handeling te doen, heb je het maximaal resultaat. Dat is wel heel fijn. En ik ga je ook laten zien hoe je er een aankondiging van kan maken. Want dat is ook gewoon handig. Dan maakt hem iets weer duidelijker. Dus dat gaan we nu ook gewoon even doen. Nou, ik ben dus gewoon in een willekeurig kanaal. En ik ga hier gewoon een nieuw gesprek beginnen. En nu zie je al van, ja, kan ik gewoon een gesprek beginnen. Kan ik hier gaan typen van bla, bla, bla. Dat kan dus allemaal. En dan kan ik natuurlijk enter drukken. Wordt het gepost, helemaal niks aan het handje. En dan heb je natuurlijk gewoon weer een post gemaakt. Maar dat is niet wat we willen. Dus ik druk hier gewoon op de knop opmaken en nu zie je ook dat er al verschillende dingen terecht komen. En nu ga ik hem hier, kan ik ook een onderwerp aan plakken. Dat betekent dus ook dat hij gewoon dikker gedrukt wordt. Dus heeft hij al iets meer te pakken. Je hebt hier ook nog de optie van iedereen kan er nu beantwoorden. Je kan ook zeggen van alleen ik en de moderators, dus de eigenaar en de moderators. Want je kan apart moderators aanvinken of toewijzen. Kunnen alleen hierop beantwoorden. Nou, over het algemeen zijn natuurlijk alleen de docenten, de eigenaren en de leerlingen zijn geen moderators. Dat zijn gewoon de leden, dus kunnen niet reageren. Dus dat optie kun je aanzetten dat er ook gewoon op een bericht niet geantwoord kan worden.
Daarnaast heb je hier natuurlijk ook nog allemaal opmaakdingen. Je hebt hier nog het uitroepteken, dat betekent dat die belangrijk wordt. En je hebt hier nog wat type, een paar puntjes van, hè, ongedaan of het type herhalen van als je dat hebt weggehaald. En nu zie je hem hier eigenlijk al staan en post in meerdere kanalen. Als ik daarop klik, wordt dit opengevouwen. En dan zie je ook wel gewoon, ik zit in het dit team, in het testteam en ik zit in het kanaal LO, wordt die gepost. En als ik zeg hier, meerdere kanalen selecteren, dan krijg je dit venster met al je teams en al je kanalen. Dus als ik nu naar beneden ga en ik wil in test 2, wil ik hem ook in het LO kanaal, kan ik hem hier aanvinken. Ik kan natuurlijk in heel veel kanalen aanvinken, maar zoveel als je wilt. Dat maakt allemaal niet uit, dan moet je gewoon even zelf over beslissen. Maar weet dat het mogelijk is. Ik kan ook bijwerken. Het kan dus ook zijn dat je in alle kanalen van één team alles neerzet. Als je denkt, heel belangrijk, moeten. Ik zou het niet doen. Maar er is dus wel een mogelijkheid. Ik ga jullie ook nog laten zien hoe je een aankondiging kan maken. Dat is eigenlijk gewoon in deze knop gaan. Aankondiging. En wat er eigenlijk gewoon bij komt, is dat je nu een grote kop erbij komt. Dus kan ik nu zeggen, let op bijvoorbeeld. Of iets anders. Ik kan hier de kleur misschien nog kiezen van joh, een ander kleurtje. Ik kan zelfs nog een afbeelding kiezen. Er zijn standaard afbeeldingen. Nou, ik vind deze wel leuk. Dan wordt het een afbeelding. Daar kan je gewoon mee spelen. Moet je maar zelf even naar kijken. Daarnaast, hè, als we nog eens een keer op belangrijk drukken, dus op het uitroepteken, dan komt hier belangrijk bij gestaan en dan wordt die ook links helemaal rood. Betekent ook gelijk dat iedereen in het kanaal wordt op de hoogte gebracht van joh, heb je iets belangrijks gepost? Komt bij je activiteiten linksboven te staan van joh, ga nou even kijken, want er is iets belangrijks. Zo kan je iets echt heel belangrijks maken en gewoon in je kanaal posten, zodat het duidelijk wordt voor je leerlingen. Het kan natuurlijk ook zo voorkomen dat je scherm aan het delen bent en dat er gewoon weer zo'n vervelende pop-up komt bij Teams. En ja, of je vindt ze sowieso standaard gewoon heel erg irritant. En ik ga je laten zien waar je dat nou echt kan instellen en wat nou het verschil is. En hoe je het ook gewoon even tijdelijk uit kan zetten. Dus laten we er gewoon even gelijk naar kijken. Dus ik ben gewoon weer in Teams en zie hier rechtsboven dat je hier ook verschillen. Dus rechtsboven, ik klik op mijn hoofd, zeg ik dan altijd. Heb je allemaal verschillende statussen. Je hebt natuurlijk gewoon beschikbaar, bezet, niet storen, zo terug, afwezig. En sommige dingen doet hij automatisch. Zoals als je geen afspraak in je agenda hebt staan, sta je eigenlijk standaard op beschikbaar. Heb je een vergadering, dan ga je automatisch naar bezet. En ben je een tijdje niet aanwezig, dan zet je gewoon op afwezig. Ben je niet online, sta je natuurlijk als offline. Je kan het natuurlijk ook gewoon aanklikken, offline. Dan lijkt het net of je offline bent, maar dan ben je er wel gewoon stiekem. Degene waar ik me eigenlijk nu wil op focussen is het niet storen. Want klik je op niet storen, dan staat hier ook gewoon status niet storen. Dus alleen contactpersonen met een hoge prioriteit krijgen dan een melding van. De rest van de meldingen staan nu uitgeschakeld. Dit is dus een tijdelijke oplossing. Van, joh, ik vind het normaal, vind ik het eigenlijk wel fijn, al die pop-ups. Dan word ik gewoon op de hoogte gehouden. Maar op bepaalde momenten niet. Dan kan je deze gebruiken. Wat je ook nog kan doen, is gewoon weer op je hoofd klikken. En dan naar instellingen gaan. En dan naar mededelingen. Nou, je hebt hier ook de vormgeving. Hè? Voorbeeldbericht laten weergeven. Kunnen we uitzetten. Geluid hem ook weer afspelen. Kunnen we uitzetten. En hier kan je, heb je ook nog allemaal verschillende opties. Om de mededelingen aan of uit te zetten. Dus daar kan je weer mee spelen. Kan je gewoon aangeven wat je fijn vindt. Dus daar moet je dan even goed over nadenken. Wat je wilt. Ik hoop dat jullie ook wat aan deze tips Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips, zodat je leven toch ook nog een stukje makkelijker maakt, zodat je niet allemaal dubbel werk hoeft te doen en misschien ook gewoon een beter overzicht kan krijgen over je leerlingen, van hoe ze het doen met een mooi overzicht van je cijfers. Wat vinden jullie, by the way, van mijn nieuwe lamp? Ik vind hem heel erg leuk. Laat even achter van wat je er vindt in het commentaar en over iets achterlaten van. Laat me ook nog een duimpje achter als je het een goede video vindt. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen enkele video mist. En zet dat belletje ook gewoon aan, zodat je altijd op de hoogte wordt gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En ik hoop jullie ook gewoon weer te zien in de volgende video.